Veel duidelijker kan de boodschap niet zijn. Het Antwerpse provinciebestuur en JAR Vlaanderen, wat staat voor Youth at Risk, zijn op zoek naar coaches. Die moeten tijdens een intensief trainingsprogramma van 11 maanden jongeren, die om welke reden ook in contact kwamen met de jeugdrechtbank, weer op het rechte pad helpen te krijgen. De voorbije jaren liepen al verschillende pilootprojecten in Hasselt, Genk en Antwerpen. Wij durven stellen dat jongeren op het einde van het programma 70% van hun doelstellingen gerealiseerd hebben. We hebben ook een beetje intern onderzoek en extern onderzoek gedaan van heeft het nu een beklijvend effect. Wij kunnen constateren dat de groep die in 2007 in het programma gestapt is, op dit ogenblik nog steeds positief functioneert op niveau van die doelstellingen. Tegen 2011 hoopt JAR zo'n 225 vrijwilligers te vinden om een opleiding tot coach te volgen. Je moet daarvoor enkel ouder zijn dan 25 jaar, want verder zijn er niet echt specifieke vaardigheden vereist. Wel is er een stevige dosis engagement nodig. En daar zal het Farid alvast niet aan ontbreken. Hij was al coach in verschillende programma's. Als je ziet jongeren die dan 4 jaar geleden meegedaan en je ziet die dan 4 jaar later, die zijn ondertussen dan al 23 jaar, die werk hebben, die misschien al, een is al getrouwd denk ik. Er is een dan al papa geworden, dus uiteindelijk zie je wel dat het resultaat geeft. Bedoeling is dat JAR zo snel mogelijk ook uitbreidt naar andere provincies en dus zijn die extra krachten pure noodzaak. Wij hebben er een goed oog op, want het komt uit Amerika, laat ons eens eerlijk zijn. Er komen dus ook uitstekende zaken uit Amerika en wij denken dat wat de Amerikanen kunnen, dat wij dat zeker ook moeten kunnen. Zeker in Antwerpen? Alleszins. Tot en met december zijn er zowat overal in Vlaanderen infovergaderingen om kandidaat-coaches meer tekst en uitleg te geven.